Klaproksen hebben met het vastelovensgevoel de liedjesavond van de Kieveloet in Meijl gewonnen. De groep bestaat uit Mike Beckers, Patrick Neessen en Sjoerd Strijbos. De groep mag op 13 januari Meijl vertegenwoordigen op het liedjesfestival. Tweede werd Blieven Lachen met G-Band Alles voor mee en de Bubs werd derde met het vastelovensland. Terwijl de Koele Moeters uit Bre heeft zaterdag de X-Factor prijs gewonnen bij het Limburgse Zatenhermonieks Concours 2016. De muziekkapel bracht een 11 minuut durende set met nummers van Robbenese ten gehoor. Eerder wonnen de Koele Moeters in 2014 een tweede plek op het Zaterharmonie Concours. Vorig jaar werd de entertainmentprijs gewonnen.